Vandaag in Willem Wever onderzoeken we met Bob hoe een echo-apparaat werkt. Mag Mike een exclusief gerecht koken voor topchef Johnny Boer? Wat is dit? En gaat onze reporter weer op pad voor de actuele vraag van deze week. Hey Bob! Hey Ewout! Hoe is het? Goed, en met jou? Ja, heel goed. Wat is je vraag? Hoe wordt geluid omgezet in beeld? Daar gaan we vandaag achter komen. Kom! Ja, ik had laatst gehoord dat er hartfilms werden gemaakt met geluid. Hartfilmpjes met geluid? Ja, een hartfilm met geluid. Klinkt ingewikkeld, maar waar Bob op doelt is een echo. Waarbij ze met geluid je hart kunnen laten zien. Om erachter te komen hoe dat nou werkt, gaan we als een speer naar de hartafdeling van het Sophia Kinderziekenhuis. Bent u cardioloog? Ik ben cardioloog. Ja. Oh, okay. Ewout, dit is Bob. Hoi. Bob. Dr. Leni van Os. Dag Bob. Ja. Hallo. En Bob, waarom zijn we hier? Ja, ik heb een vraag over echo's en hoe dat nou zit. Zullen we eens gaan kijken? Ja, is goed. Ja. Zal ik je meenemen naar de echokamer? Nou, ja. Leuk. Kom, hier tegenover. Nou, dat is toevallig. U woont hier ook leuk. Weet je goed? Lekker kussen. Ja, lekker kussen, dat wel. Wat we gaan doen, is de echokop pakken en een beetje gel. Dat ga ik straks op je buik smeren. Want ik wil niet dat er lucht komt tussen de echokop en jouw borstkas. Want als er lucht tussen zit, dan werkt het niet. Mag ik dat zo... Kan nu? Ah, oké. Okay. Kan. Ja. Zo. En met die echokop kan ik gaan kijken op je borstkas. Hoe voelt het? Koud. Dit is zijn hart. Ja, dit is zijn hart. Dit zijn vier holtes die we hier zien. Okay. Dit is zijn linkerboezem. Ja. Yeah. Is een rechterboezem, is een linkerhartkamer en een rechterhartkamer. Dit apparaatje, dat zendt geluidsgolven uit. Die geluidsgolven gaan dan bij jou naar binnen. Ja. En als ze weefsel tegenkomen, zoals je hart, want dat ligt daarachter, dan wordt dat teruggekaatst en weer ontvangen door die echokop. Die echokop die kan dat dan omzetten via een rekenprogramma in beeld. Zo'n rekenprogramma is natuurlijk super ingewikkeld. Maar eigenlijk komt het erop neer dat de echokop luistert hoe snel iedere geluidsgolf terugkomt en de informatie over elke golf omrekent tot stukjes beeld. Al die stukjes beeld vormen samen de afbeelding van je hart. Kun je die geluiden ook horen? Dit zijn hele hoge tonen en dat is niet geschikt voor mensenoren. Dus als ik het goed begrijp gaan de geluidsgolven door de borstkas van Bob heen. Ja, dat klopt. Maar omdat het dus terugkaatst, is het een echo. Ja, precies. Daarom heet het echo. Net zoals dat je buiten kan roepen in een tunnel, hoor je echo geluid. En hier zetten we dat geluid om in beeld. Beeld, 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 beeld. En het bloed, dat is het zwarte wat je ziet. Dat zit hierin. Oh, bloed? Het bloed. En dat geeft eigenlijk geen reflectie, dus die zendt die geluidsgolven niet terug. Maar het hart is veel harder dan bloed, dus daarop kaatsen de geluidsgolven wel terug. En dat zijn die witte vormen op het beeld. En het hart van Bob ziet er hartstikke goed uit. En is het nou ook zo als je heel erg inspant, of als je aan iemand denkt die je heel leuk vindt bijvoorbeeld, dat dan het sneller gaat stromen? Zeker, zeker. En dat willen we natuurlijk zelf zien. En opdrukken. We blijven joggen om te zorgen dat het hart snel blijft kloppen. Hij gaat echt sneller dan net en ik hoor dat je nog helemaal kordaanig bent ervan. Maar we hebben dus ook een zware sportsessie. Lang uitrusten kan Bob niet, want we willen meer plekken zien waar geluid wordt omgezet in beeld. Dus van het ziekenhuis zetten we koers naar de Rotterdamse haven, waar ze geluidsgolven gebruiken om de bodem te bekijken. Die techniek noemen ze sonar. Ewout, ja, goeiedag. Woont u hier leuk? Ja, dankjewel. Ja. Ja, we kunnen gaan. Wat doen jullie eigenlijk als Rijkswaterstaat op deze boot? Nou, wat wij doen is het controleren van de vaarwegen. Dus de rivieren en de kanalen hier in Nederland. Wat gaan we vandaag doen? Ja, wat we voornamelijk controleren is of ze diep genoeg zijn voor de scheepvaart. En omdat er geen obstakels liggen die gevaar kunnen vormen voor de scheepvaart. Wat zou dat kunnen zijn dan voor obstakels? Ja, er vallen wel eens wat dingen van schepen af. Hè. Er kan een container afvallen. Maar het ook wel eens gebeurt dat er een auto het water in rijdt. We gaan nu naar de voorste sluis. De korf, je gaat naar de voorste sluis, dat is begrepen. Begrepen.
En een groeten. En een groeten. Volg ons vooral. Deze hendel. Dit is een sonar. Ja. Hier ligt dus inderdaad het sonarapparaat. Weet je, als een raket of zo. Maar wat doet hij dan eigenlijk? Als je dadelijk het water in gaat, dan wordt aan deze kant en aan de andere kant een bundel geluid uitgestuurd naar de bodem toe. Op het moment dat het geluid de bodem raakt, dan kaatst het weer terug, want het kan niet door de bodem. Het is eigenlijk gewoon de grote versie van het echoapparaat wat we in het ziekenhuis hebben gezien. Ja, inderdaad. Daar gebruiken ze een speciale gel om het apparaat goed te kunnen laten geleiden. Ja. En waar je onder water zit, dan zit er natuurlijk ook geen lucht, dus dan is die hele gel niet nodig. Ja, dat klopt inderdaad. Dus hij moet gewoon goed onder water zijn, wil die kunnen werken. Okay, en waarom gebruik je dan nog geen camera's? Want dat is lijkt me ook handig. Ja, leuker ook. De camera, dat zou in principe wel kunnen. Alleen, ja, het water is ook vrij troebel, hè? Dus dan heb je ongeveer een halve meter zicht op je camera. Ja. En met die sonar heb je wel een bereik, zoals we nu hier gaan gebruiken, van ongeveer 40 meter, wat je in één keer kan overzien. Wat ons betreft kan die, hoor. Maar word jij er echt wijs uit wat je hier nou ziet? Nee, ik zie eigenlijk alleen maar een zwarte streep met allemaal bruine vlekken-achtig iets erop. Ja. Wat is nou wat? Ja, dat klopt ook wel. Wat je eigenlijk hier ziet is gewoon de bodem. Ja, die bodem die staat in principe gewoon stil. Dus wat je eigenlijk ziet is gewoon dat we een filmopname maken over de bodem heen. Over een stilstaande bodem. Maar wat zie je dan als er een obstakel ligt? Als je een obstakel ziet, dan krijg je een harde weerkaatsing van het geluid. En dat laat je zien in wit. Kijk, wat misschien wel grappig is dat je nu aan die kant de pijler voorbij vaart van de brug. En die zie je ook weer terugkomen aan de zijkant hier. Met wit? Ja. Ja. Is alles in orde qua bodem? Ja, ik heb geen vreemde dingen gezien. Ik heb geen obstakels gezien op de kering. Dus alles ziet er goed en veilig uit. Ja, mooi. De sonar heeft laten zien dat de bodem in orde is. En met de echo van Bob is zijn hart ook goedgekeurd. Dus we kunnen gerust naar huis. Dankjewel, Sjaar. Ja, goed thuis. Dankjewel, Sjaar. Heel erg bedankt. Nou, Bob. Je weet alles over echo. Ja, dan weet je alles over echo. Toch? Toch. Gaan we nou de hele tijd napraten? Gaan we nou de hele tijd napraten? Terug naar Brabant. 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 Overal in het nieuws. Vanaf 26 juni moet iedereen die op vakantie gaat naar het buitenland een eigen paspoort mee. Dus jij ook. Willem Wever zit bovenop het nieuws. Wekelijks gaan onze vaste reporters op onderzoek uit. Vandaag is dat Anne. Er zijn tot nu toe zo'n 70.000 aanvragen gedaan. Maar nog 500.000 kinderen staan bijgeschreven in het paspoort van hun ouders. En het ergste is, als je ouders niet voor 1 mei een apart paspoort voor je aanvragen, dan loop je kans om deze zomer niet op vakantie te kunnen. Wat komen jullie hier doen? We komen een paspoort aanvragen voor de kinderen. Die staan nu nog bij ons, bij mij in het paspoort ingeschreven. Want anders heb je een groot probleem. Anders heb je een probleem en dan kunnen we niet op vakantie. Nee, en waar gaan jullie heen op vakantie? Naar Zuid-Frankrijk. Oh, lekker. Krijgen jullie nu een paspoort of een identiteitskaart? Een identiteitskaart. En daarmee kan je ook buiten Europa of niet? Alleen in Europa. Voor je buiten Europa dan heb je een paspoort nodig. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. We komen een ID-kaart aanvragen. Okay. Mag ik het paspoort eens zien hoe ze erin staan? Maar zometeen wordt dat helemaal weggehaald bij u en de vader of niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet hoe dat gaat. Blijven ze er gewoon in staan? Ja, als je, de kinderen nemen nu een identiteitskaart en dat mag je tegelijk met een paspoort ook hebben. Okay. Dus de bijschrijving mag blijven staan en die vervalt van rechtswegen automatisch. Waarom moeten eigenlijk alle kinderen nu een eigen paspoort of identiteitskaart hebben? Omdat iedereen zich moet kunnen identificeren. En dat zijn ook kinderen. Oké, maar waarom dan? Omdat we dat in Europa met alle landen hebben afgesproken dat dat moet. Maar waarom dan? Omdat we willen dat niet iedereen zich kan voordoen als iemand anders. Maar ook baby's die nog geen 1 jaar zijn, moeten die ook al een eigen... Ja, die moeten ook al een identiteitskaart hebben. Maar waarom moet ik mijn paspoort of identiteitskaart nou per se voor 1 mei aanvragen? Omdat het best wel veel werk is. Hier is veel werk, want hier wordt de aanvraag gedaan. Maar vervolgens wordt er ergens in de fabriek wordt het gemaakt. De
Dus hier worden alle Nederlandse paspoorten gemaakt? Ja, hier gebeurt het. Hier worden inderdaad alle Nederlandse paspoorten gemaakt. Mooi, hè? Waarom moet hier eigenlijk allemaal zo hygiënisch? We gaan toch niet bakken? Nee, het is heel belangrijk dat er geen stof in het paspoort komt. Want als er stof in het paspoort komt, dan kan het ervoor zorgen dat je in je gezicht, in de foto, later witte puntjes krijgt. En dan denken ze dat je iemand anders bent. Maar hoeveel paspoorten kunnen jullie nou ongeveer op één dag maken? Nou, op dit moment maken we ongeveer 20.000 paspoorten elke dag. 20.000? Ja, op dit moment is het natuurlijk heel erg druk vanwege de kinderpaspoorten en vanwege de zomerperiode die eraan zit te komen. Er zijn dus nu nog 500.000 kinderen die nog een paspoort moeten, maar gaan jullie dat redden voor de zomer? Ja, 500.000 is heel veel. We doen normaal 2 miljoen paspoorten per jaar. Je begrijpt dat het heel belangrijk is dat iedereen op tijd zijn aanvraag doet. Elektrotechniek, 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 elektrotechniek. Kijk, hier sta jij in. En dat heet een kinderbijschrijving. Deze zijn relatief makkelijk na te maken. Zo kunnen andere mensen zich voordoen als jouw ouders jouw foto in hun paspoort zetten en jou dan meenemen naar het buitenland. En dat is waarom kinderen tegenwoordig een paspoort moeten hebben. Elektrotechniek, 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 stop. Hoe komen dan al die gegevens en die foto erin? Nou, dat gebeurt op een andere afdeling, maar die is heel geheim. Daar mogen we niet naar binnen toe. In feite zijn jullie zelfs de eerste televisieploeg die überhaupt hier naar binnen komt. Maar die afdeling mogen we niet op. Want daar worden de gegevens van de personen aangebracht. Met behulp van de chip wordt geladen, met de lasers. Er worden kleine gaatjes ingemaakt. Maar dat is allemaal heel geheim, want we willen niet dat andere mensen zien hoe dat gebeurt. Maar mag ik er dan wel in zonder camera? Nou, voor deze ene keer zullen we dan een uitzondering maken. Maar zonder camera. Bedankt. Nou, hier gebeurt het dus. Hier worden jouw gegevens, je pasfoto, je naam, geboortedatum op het paspoort gezet en ook in de chip geladen. En daarmee wordt het jouw unieke paspoort. En hier is de jouwe. Kijk, ik heb hem. Ik kan deze zomer in ieder geval wel op vakantie. Worden er echt geen uitzonderingen meer gemaakt als iemand zijn paspoort niet mee heeft? Nee, er worden geen uitzonderingen meer gemaakt na 26 juni. Dus dan is het echt geen vakantie dit jaar? Dan is het geen vakantie. Kom je niet langs de paspoortcontrole van de Marsjezee. Dames en heren, vanaf 26 juni heeft elk kind een eigen reisdocument nodig. Wilt u er zeker van zijn dat u met uw kinderen deze zomer op vakantie kan? Vraag dan nu een eigen paspoort aan. U heeft nog maar 5 dagen. Eet smakelijk. Dank u wel. Dank u wel. Alsjeblieft. Hoe is de vis gebakken? Lekker en warm. Omschrijf de smaken. Zoutig. Maar Maaike hier die weet alles van smaken, alles van koken, want wat wil je laten worden? Kok. Kok. Ja, een kok moet ook heel veel proeven, dat doet hij heel goed. Nou, we zijn in Zwolle vandaag en hier is de Liberij en dat is een heel chic en heel lekker restaurant. En daar gaan wij vandaag meelopen. Hey. Hallo. Welkom. Maaike. Hi. Hi. Ik heb vandaag Jon in de Boer ontmoet. Hij is een hele goede chef. Hij heeft 3 Michelinsterren. Hallo, Maaike. Therese. Hoi. En zijn vrouw Therese, die is heel goed in wijnen. Leuk dat jullie er zijn. Ja, het is nog leeg, hè? Ja. Ziet er wel chic uit allemaal, hè? Ja. Dit is dan wel een van de beste chefs uit Nederland. Gaaf. En wat maak je zelf wel eens voor dingen? Ik maak soms wel eens pizza. Maken jullie hier ook pizza? Voor het personeel, ja. We hebben afgelopen zaterdag hebben we nog pizza's gegeten. Hoe word je nou eigenlijk een hele goede chef-kok, zoals u? Als je maar gewoon met de volle 100% ervoor gaat, dan word je een goede kok. Nee, wat zou hij kunnen doen vandaag? Hij gaat met mijn chef, die heet ook Mike. Ja. En dat is, vind ik, het talent van Nederland. Dat moet echt het goede voorbeeld voor jou zijn. Met zo? Ik ga je assisteren dan vandaag, ja? Ja. Welkom in de keuken. Dankjewel. Mike. Ik heb hier allemaal wat vis dat schoongemaakt moet worden. Ga jij met de langoustines? Ja, dat is goed. Wij gaan beginnen met de makreel. Oké. Okay. En snij hem hier achter. Ik wil snij hem in. Over de graad heen. Hoppa. Gaan we doen? Ja. Insnijden op de graad.
Doorsnijden. Ik heb die darm, krijg ik er niet uit. Ik heb hem nou helemaal kapot getrokken. Oh. Als je de vis er echt wat afhalen, moet je nooit door de graat heen snijden. Plat doen. En klaar? Ja. Is het moeilijk om te doen? Nou, de eerste keer wel, maar nu valt het wel mee. Nou, ruikt lekker, hè? Ja. We zijn ook naar de kast geweest. Liet hij me allemaal soort groenten proeven. En legde hij ook uit wat het was. Weet je wat het is? Moet ruiken. Met je naar knoflook. Ja, heel goed. Ga eens proeven. Ga je dan ook vanuit je mond stinken? Ja. Ja, ik ruik wel wat, maar... Wat is het, hè? Ja, dat weet ik dus niet. En dat is koriander. Waarom hebben jullie eigenlijk een eigen kas? Omdat wij niet genoegen nemen met de smaken van de producten die uit de winkel komen. En we willen het niveau en de smaak van de groenten steeds hoger leggen, de lat. Dan leggen we een paar bloemetjes erin. De spullen die we daar gehaald hadden, waren voor onze salade die we voor Johnny en Therese gingen maken. We gaan nu een crackje maken voor chef. Wat belangrijk is, dat we echt alles op smaak maken. En hij gaat het dan keuren straks? Hij gaat het keuren. Okay. Als het niet lekker is, dan krijg je het horen, maar ook als het wel lekker is. Hoe reageert hij als het niet lekker is? En dan moeten we overnieuw beginnen. Alright, let's get acquainted. Stop. Als je snijdt, altijd je vingers zo houden. Dus het enige wat je kan doen, is een stukje van je knoflookje afsnijden. Maar als je zo doet, snij je gewoon je puntje erop. Let's get acquainted. Nee, jouw vingers verkeerd, hè? En normaal zie je in keukens dat op tv altijd heel erg geschreeuwd wordt en zo, toch? Ja. Nee, wij schrijven nooit, want wij vinden als je gaat schreeuwen tegen iemand, schrikt hij en dan gaat hij minder goed zijn best doen. Ja, goed op je. Daan? Zijn best doet Mike zeker, want hij moet koken voor de meesterchef. De spanning in de keuken stijgt. Zal Mike de proef van Johnny Boer doorstaan? Wil jij zelf de pasta van Mike en Mike maken? Dan kun je het recept vinden op willemwever.nl. Goed vasthouden, niet met de vingertjes op de randen. Let's go. Hallo. Dit is een pasta M&M met paling. Rode bieten, spaghetti en oude kaas. En de M&M staat voor Mike en Mike. Wat is dit? Oude kaas. Bleekselderij? Zeg maar ja. Ja. De groentjes zijn heel mooi op smaak. Ook mooi, spaghetti is lekker op smaak. Spaghetti is lekker, ook mooi beetgaar. Voor vandaag ben je helemaal geslaagd voor je libraaie-examentje. Heel goed. Dank je wel. De maaltijd van Mike is goedgekeurd door Johnny en Therese. Dus nu kan het echte werk beginnen. Mike mag vanavond gaan koken voor betalende gasten. Dus hij moet heel goed zijn best doen. Dit zijn de hapjes. Wij noemen het mondvermaakjes. En mondvermaakjes krijgen bij ons een aantal verschillende mondvermaakjes voordat de gasten gaan beginnen om die smaakpapillen een beetje los te maken. Ja. En dat ze lekker met een glaas champagne dat op kunnen drinken. Dat ze niet meteen naar het voorgerecht hoeven. Maar moet ik uw jas even aannemen? Ja. En een takje? Ja. Een takje lekker er zo in. Mikey, mondvermaakjes mogen door voor tafel 2. Dit is een half eitje met een hazelnootsaus, geloof ik. Met een eierdooier erin. Eet smakelijk. Dankjewel. Nou, dat is goed gegaan vandaag, toch? Ja. Hoe vond je het? Ik vond het heel leuk. Kunnen wij nu naar huis? Nee, jullie zijn één dingetje vergeten. Want ik denk dat we ook nog even schoon moeten maken. Ja, hij. Ja. Ik? Heb jij ook een vraag? Surf dan nu naar willemwever.nl.